that you're here, I feel so low. I want you as you left, but I can never seem to let you go. Cause once upon a time you were my everything. It's clear to see the time hasn't changed a thing. Een paar jaar geleden, een jaar geleden, hebben we hier de kans gekregen om een koffielab te openen. En het idee is bedacht in die lichttoren. Hey, Dream Team. Mag wel versneld worden. Hoezo? Jeetje. Anne. Hallo. Dat is op het vlakste. Wat ben je maar? Millionaires. Oh. Het is jammer dat je niet kan ruiken door elkaar. Nee, het ruikt echt lekker. En we gaan erin, Anne. Ja? Ja, dat is geheim. Hoezo? Tel. Ja, dat wil je ook niet weten. Een tipje. Heel veel liefde. Oh. Dat is sowieso belangrijk. Vroeger, hè, kon ik goede cappuccino's maken. Dat ga ik nog steeds. Ik maak nog steeds de lekkerste, vind ik zelf. Maar Milou maakt het mooiste. Beetje strak, hè? Dit is onze stempelkaart. Meestal moet je stoppen bij, als je de 9 vol hebt. Maar dat vinden wij niet sympathiek. Hè, dames? Niet sympathiek. Dus bij ons kun je doorsparen tot en met de 39. En het lachen is, dan als je bij plaats, wat is het? 7 bent, krijg je een kanskaart. Handtekening van de barista. Maar op deze manier kunnen we ook ondernemers hier uit de buurt kunnen een beetje bij de koffielab betrekken. Want je kan ook bijvoorbeeld een bolletje ijs van intelligentie ijs. Bijvoorbeeld. Nou, deze man. Ja. Deze kaartje vol. En dan heeft hij helemaal doorgespaard, dus hij heeft 1 koffie overgeslagen, koffie met gebak overgeslagen, koffie met een broodje overgeslagen. Doorgespaard voor deze fantastische theedripper. Nou, hij is voor jou. Hey. Dank je. Officieel. Gefeliciteerd. Ga je een nieuw kaartje? Of niet? Ja, tuurlijk. Ik ben al bezig met een nieuw kaartje. Hey. Namens Koffielab. Het is donderdag. En wij heten natuurlijk Coffee Lab. En er zijn heel veel bedrijven of producenten of leveranciers of wat dan ook. Die sturen ons dingen toe. Of we die willen proeven. En we hebben nu een week geleden dat we een aantal dingen hebben geproefd. Dat gaan we nu weer doen. Milou komt met de opbrengst van deze week. Het is altijd leuk en spannend. Want er zit van alles tussen wat je niet verwacht. Of niet 1, 2, 3 gaat proberen. Water. Weer water. Bier met espresso. En dan koffie. Helemaal all the way from Italië. Een bourbon uit El Salvador. Burundi. Ethiopië, Colombia. Peru. Costa Rica. Brazilië. Nog meer Colombia. En last but not least, Kenia. En last but not least, een echte Italiaanse blend. Nou, en nou, Milou is wat meer van Kenia, El Salvador, Burundi. Ik hou van die Italiaanse koffie. Ik hoop heel donker gebrand. We gaan hem eens proeven. Oh nee, we hebben nog 1 special. Very special. Cadeautje. Onze Ilona van Den Bigelaar is op wereldreis. In er eentje. En Ilona heeft ook een koffiehart. Dus wat ze heeft gedaan is ons een zakje koffie toegestuurd. Zelf gebrand, zelf geplukt. Zelf geplukt en zelf gebrand. Echt? Ja, echt. Wat goed, dat is echt leuk. Koffie gaat natuurlijk een groot deel om verhaal. Kijk, ik denk dat ze dit speciaal voor mij gedaan heeft, want het is gewoon lekker donker gebrand. Ik zal je eens de koffie laten zien die wij hier nu hebben. Wat ik scherp ben. Lichtgebrand. Versus donkergebrand. Because once upon a time you were my everything. It's clear to see the time hasn't changed a thing. It's
Dit is Vietnam. Ilona. Dit is Italiaans. Koffie. Eerste indruk. Romig. Fris. Fruitig. Balans. Dan die Italiaan. Italiaans, hè? Minder geraffineerd. Ruwe polster, blanke pit. Maar niet onaangenaam, ik hou er wel van. Het is te drinken, maar het is niet mijn favoriet meer. Nee. Winnaar van vandaag. Vietnam. Ilona. Nu, koffiebier. Wie brengt dat? Koffie. En bier. Ruikt niet onaangenaam. Om nou te zeggen dat hij naar koffie smaakt, krijgen we de gasten ervan vinden. Wat vind jij? Smaakt naar een beetje zoete palm. Vind het wel lekker. Ja? Niet heel veel koffie. In het assortiment opnemen? Ja, klopt. Speciaal. Leuk voor de kerstdagen. Mooi. Check, dank je. Broeder Jacob, dankjewel. We doen het. Nee, dat moest je niet filmen. Wat gebeurde er? Ja, die Audi daar, die rijdt gewoon door. Wat staat hij daar?